is het nou allemaal, Rocky? Ik ben Josephine Wassenaar. Hoi, ik ben Mark Wassenaar. Ik ben Hetty Wassenaar. En deze supermarkt is van ons alle drie. Om toekomstbestendig te zijn, zeg maar, hebben we gekozen voor de Albert Heijn-formule. We beginnen 's morgens, dan ontbijten we met z'n allen hier in de winkel. En dan spreken we de dag even door. Als je samen met twee zussen of met twee broers, er zijn altijd wel consternaties. Nou, die hebben wij gelukkig niet. Ik bedoel, we kunnen alles even zeggen en je moet gewoon eerlijk blijven. We staan hier in onze nieuwe bedrijfskantine. In totaal hebben we 140 man in dienst. Dat is inclusief de eters en de galagal. Op dit moment zijn we een van de grootste werkgevers van Het Beeld en omstreken. Dat doen we met erg veel plezier. De mensen werken hier ook met erg veel plezier. Dat resulteert ook in lange periodes dat ze hier bij ons blijven. Ja, ik kom hier uit het dorp, dus het is ons kent ons. En het is wel een beetje persoonlijker dan denk ik een bedrijf in een stad. Personeel komt de deur binnen en we hebben een hele inpandige fietsenstalling. Dan lopen ze door en dan komen ze gelijk aan bij de kluisjes. Nou, de kluisjes is heel fijn. Iedereen heeft zijn eigen kluisje, dus je hoeft niks te laten slingeren. En we zijn hier in een hele mooie kinderspeelhoek. Die hebben we zo ingericht dat moeders hun boodschappen kunnen doen en dat de kinderen hier kunnen spelen. Wie de kinderen heeft, heeft toch echt de toekomst. Ik wil ermee zeggen, als de mensen aan hun kinderen vragen van hey, waar zullen we vandaag onze boodschappen halen, dan zeggen de kinderen altijd, we willen graag naar die iPad-winkel. We staan hier in een gedeelte van de winkel waar nog daglicht is. Dit noemen wij zelf het noorderlicht. Dat houdt in dat je het licht, de zon, vanuit het noorden krijgt en dat het nooit warm wordt. Het dak is met de laatste verbouwing zodanig ingericht dat we ook willen meegaan doen aan de duurzaamheid van tegenwoordig. De hellingsgraad, zoals jullie kunnen zien, is al helemaal geprepareerd op zonnepanelen die volgend jaar gaan komen. Het is een kunststof dak. Daar waren we een van de voorlopers mee. En dat is om energie te besparen in de zomer, zodat de winkel niet te warm wordt en in de winter dat die niet te koud wordt. De meeste van onze klanten die kennen we natuurlijk. Zij het niet allemaal persoonlijk, maar die zijn hier echt van ouder op kind. Zijn die hier klant geworden en ook gebleven, gelukkig. We komen hier vaak boodschappen doen, bijna elke week. Twee keer in de week, zeker wel. Altijd alles op voorraad. Grijpt nooit mis, laat ik het zo maar zeggen. Heel veel biologische producten, wat ik zelf ook heel goed vind. Ja, eigenlijk is alles heel modern. En je weet eigenlijk niet wat je ziet wanneer je binnenkomt. We sponsoren het hele voetbalteam. En in ruil daarvoor vragen wij 80 mensen van het voetbalteam. En die komen hier aan het einde van het jaar allemaal te balans. De hapjes en de drankjes en het hele sociale. Dus dat je toch een binding krijgt met alle voetballers en aanverwanten die daaromheen hangen. Die komen hier graag meehelpen. Ik zit hier op mijn plek. Ik blijf hier voorlopig nog wel even als het aan mij ligt.